jaar. Datingsfase. Alles nog goed hier? Tot zo. Ja, dat is lekker. Deze. Zullen we die gaan kijken? Even. Dankjewel. Hoi. Zie je al die lichtjes? Aan. Hallo dan. Oeh. Dan hebben jullie mij de kaart. En wij gaan vandaag op vakantie! Op kerstvakantie, jongens. Dus gaan jullie met ons mee? Ja. Let's go! Wij zijn de hele ochtend alweer druk bezig geweest met inpakken, opruimen, poetsen, schoonmaken. En dit is het resultaat, jongens. Dit gaat allemaal mee op vakantie in ons nieuwe busje. Jee, ik ben benieuwd of het past. We hebben natuurlijk zo'n grote skibox boven op het dak. Die gaan we voor nu voor het allereerste keer gebruiken. We hebben nu gelukkig meer ruimte ook in de achterbak. Dus als het goed is moet het allemaal lekker passen. En ja, jongens, met een gezin van 6, inclusief 2 honden, neem je gewoon heel wat mee. En ik neem sowieso van mezelf wel heel wat mee. Dus het is dubbelop allemaal. Maar dat maakt niet uit. We zijn er klaar voor. We hebben genoeg ruimte. Alle kinderen die hebben hun eigen tassen ingepakt. Ja. En Daniel die gaat zo eens even kijken of de skibox er vanaf te halen is. Wat anders dan? Dan lopen jullie als een... Als een brugje alle tas naar me toe, dan zet ik het er zo in. Dat is een goed idee. Anders is het wat gevaarlijk. Ja. Zo, nou, bijna alle bagage. Alleen deze paar tasjes hoeven nog maar in de achterbak. Zit allemaal in de skibox. Kijk. Pas precies. Ik kon het net helemaal dicht doen. Slotje om. En alle bagage. In de skibox. Nou, perfect. En dan die overige tassen. Die kunnen we hier met de kinderwagen nog mooi kwijt. Ik zeg helemaal top dit. Dit is waarom papa dit grotere camperbusje ideaal vond. Nou, perfect. Skibox op slot, heus op slot en op het alarm. En gaan met die banaan. Ja jongens, voor de allereerste keer gaan we met onze nieuwe bus op vakantie. En de kinderen zitten er al helemaal klaar voor. Ja. Nu zie ik ook niet zoveel tassen. Dat zit daar en op het dak. Nee, dan zit je niet tussen de tassen. Dat is handig hè? Ja. Zitten er inderdaad boven op het dak. En daarachter zitten tassen, bagage. En mama, grappig is Joke. Eentje zit daarboven. Ja, boven op het dak. Die. Hoe kan het nou? Die daar zit aan een koffer. Daar zit een koffer op het dak. Ja. Dat klinkt is handig. Wel gek. Klinkt wel gek. Het is een dakkoffer. Ja. En waar zijn Woezel en Pip, Luxie? Daar. Kijk, Woezel en Pip hebben ook een lekker plekje. Die liggen hier samen. Hier ligt Pipje lekker onder de stoel. En hier ligt Woezel. Ja. En Lucie is ook een schatje. Lucie zit er ook klaar voor. Papa zit daar. Ja, en papa die zit daarvoor. Die is even de routebeschrijving erin doen. Ja, waar gaan we nou naartoe? Waar gaan we nou naartoe? Op vakantie! Op vakantie, ja. Lucie zit ook heerlijk hier in het zitje. Kan hij zo nog lekker slaapje doen, hè? En hij heeft heel mooi uitzicht, want hij kijkt naar... Luma, Lucilla en Luxie. Ja. Dat is grappig. Ja, en de lampjes vindt hij ook heel mooi om naar te kijken. Ja, en Luma, Lucilla en Luxie gaan zo meteen... Een film kijken. Oeh. Ik verlaat de kinderclub, zullen we maar even noemen. Ik ga bij Daniel zitten. Nou, veel plezier hè, met de bioscoopauto, hè? Doei. Doei. Oh, dan doen we de deur dicht. Dan hebben we ons huis helemaal afgesloten. Doei huisje. Tot snel weer. We zullen ons huis wel missen. Maar op vakantie gaan is natuurlijk ook leuk. Het is winderig vandaag. En ik stap lekker hier met Daniel in. Hoppatee, we hebben nog wel even de krat en zo mee. Want ik ga zo nog even een paar laatste boodschapjes doen voor van de week voor dit huisje. Zo. Nou. Hoppatee, de deur dicht. En hier zitten we dan. Bagage op het dak. Bagage op het dak, jongens. Ja. Nou, dag huis. Grappig, tot huis. Fijne week. En doei, doei. Zullen we tot volgend jaar. Tot volgend jaar. Tot volgend jaar. Dat klinkt wel heel gek. Leuk jongens, nou daar gaan we. Met ons nieuwe busje. Kijk dan, dit is mijn editplankje. Ik ga zo weer editen. En Daniel die gaat sturen.
Drie uur sturen. We hebben een lange rit voor de boeg. En daar gaan we. Waar gaan we, jongens? Op voor... Kassie! Terwijl de kinderen zich alweer lekker vermaken. Kijk dan, dit is het uitzicht wat wij geworden hebben. Naar de kinderen toe, daarachter. In het busje. Zijn wij op weg naar onze vakantiebestemming. Wij gaan deze kerstvakantie doorbrengen in... Landal Hoogvaals. Hoogvaals in Limburg, jongens. Dat ligt bij... Drielandenpunt. Drielandenpunt. Bij Valkenburg volgens mij ook. Wij zijn hier al een aantal jaar geleden geweest. Was Luxie volgens mij nog niet geboren. Die zat volgens mij nog in de buik. En daar vierden wij ook oud en nieuw. Ja. Dat weet ik toch. Toen, daar hadden we ook dat we daar sterretjes gingen en ons tuintje gingen afsteken en zo. Superleuk dat we daar hier weer heen mogen gaan. Ondanks de lockdown, jongens, kunnen we toch gewoon lekker erop uitgaan. Ondanks er helemaal niks open is natuurlijk. De restaurants zijn niet open. De innerspeeltuin is niet open. Het zwembad is niet open. We kunnen hier niet naar... Leuke uitjes, musea, pretparken toe. Maar dat maakt ons helemaal niks uit. Want met kerst zijn we samen. En dat is het belangrijkste. En we zijn er lekker op uit. We zijn even in een andere omgeving weer. Het is daar ook een hele mooie omgeving. Limburg is voor ons toch altijd een soort van buitenland idee. Aangezien het hier allemaal plat is. En Limburg is toch altijd heel erg heuvelachtig en bergachtig en zo. Dus dat geeft ons ook alweer het gevoel dat we lekker echt even weg zijn. Lekker met het gezinnetje, een andere omgeving, een lekker klushuisje. En dan oud en nieuw gaan we daar vieren met ons gezin. Ja. En ja, wat we gaan doen, dat staat open. Ik heb heel veel spelletjes meegenomen. Ja, ik zag dat. Twee tassen met spelletjes op het dak. Die konden we nu allemaal kwijt. Die konden, ik denk, ja, ik ga me nou ook niet inhouden, ook niet. Want we moeten toch, nou ja, we blijven een hele week. Dus we moeten toch een of andere manier iets leuks kunnen ondernemen. Ja, maar handig, hè? Zie je terwijl we nergens heen kunnen. Staat ook, als je nu achter je kijkt. Heel handig. Nee, kijk, de kinderen zitten gewoon helemaal lekker vrij. Ja, vrij. En het vorige busje was natuurlijk ook een heerlijk busje, hoor. We klagen niet over het busje, want het was een perfect busje voor gezin, een groot gezin. Alleen we hadden het niet op het dak, alleen, dus de bijrijdersstoel. Ja, toen hadden we de bijrijdersstoel gebruikt om alle bagage in te zetten. En onder bij de kinderen, bij de voeten, konden nog wel wat dingetjes. Ach, hè. Grote gezinnen weten wel hoe dat gaat. De kinderen met de beentjes hoog zitten op de achterbank. Dat was eerst. En het kon dan prima mee. Maar ja, Daniel heeft gewoon zijn droomauto gevonden. En hij had er goed voor gespaard. Dus prima. Maar gisteren op visite bij een klasgenoot van Luan. En die vader zei, of het was een Harley Davidson geworden. Waar ik alleen op kon zitten. Of zo'n bus als dit. Nou, dat is dit dan beter voor jou, hè? Toch? Ja, Daniel maakt ook wel eens het grapje van... Ja, Ferrari heb ik niet zoveel aan, jongens. Dat kan mijn gezin niet mee. Nee, jij bent 41, dus ze noemen dat ik in de midlife-crisis zit. Nou, dat is geen Ferrari of een Harley. Doe mij maar zo'n busje. Dit is zijn droomauto. En nog zal ik nog jullie een leuk weetje vertellen. Soms ben ik Daniel gewoon kwijt. En dat is wel vaker bij ons in huis. Dus ik denk, waar zit hij nou weer? Maar dan heb ik alle vertrekken afgezocht en geroepen. Waar is hij nou? Waar is hij nou? En normaal gesproken dan zit hij in de tuin op de bladblazer. Dus dan hoort hij me niet met die oordoppen toe. Maar ja, en ook niet in de tuin. Want het regent heel hard. Gaat hij niet bladblazen. Zit hij in het busje? Het blad is nu weg. Zit hij in het busje? Ja. Was ik hem kwijt? Wat ben je aan het doen? Zegt hij, ja, ik zit in mijn mancave. Ja, dat ik er zat een maal te kijken van M&M of kijk die Gladiator. Dan gaat hij ook films kijken. Ja, Daniel die houdt van die stoere actie bloederige films. Nou, jammer. De Gladiator vind ik een bloederige film. Gladiator is een biografie. Het is een mooie film. M&M. Maar een bloederige film. Is een biografie. En dan zegt hij s'avonds, oh schat, zullen we romantisch de Gladiator gaan kijken? En dan denk ik, nou, sla ik even over. Maar dan gaat hij dus in zijn mancave, gaat hij dus alleen de Gladiator kijken. En wat heb je nog meer gekeken? M&M, zet hem aan. Biografie over hoe dat hij als rapper doorbrak. Okay. Enige blanke rapper doorbrak. Dus dat is ook een hele mooie film. En dan zit hij dan te kijken terwijl ik aan het werk ben. Nee, ja, terwijl ik in het editen ben. Je moet wachten tot zij klaar is, dan kan ik bij mijn deel doen. Ja, wij werken natuurlijk samen. Maar als wij werken, kunnen wij niet tegelijkertijd werken. Want het ene helft hangt af van de andere helft. Dus ik ga eerst editen. Ja.
de video helemaal maken, de vlog helemaal maken, de thumbnail maken, de titel bedenken. En dat zet ik dan allemaal klaar voor hem. En als ik dat dan allemaal klaar heb, dus hij is geschreven, in iMovie geschreven. En het staat een bureaublad, ik heb de thumbnail klaar, de titel klaar en alle dingen. Dan roep ik Daniel. En dan komt Daniel en dan gaat hij het op YouTube zetten. Hij gaat het online inplannen. Dus we lopen een week achter. Dus dat betekent dat hij het inplant. Om 6 uur 's ochtends iedere dag een vlog online. Soms krijgen we ook reacties. Goh, wat staan jullie iedere ochtend vroeg op? Maar we staan niet 's ochtends altijd om 6 uur. Ja, dan staan we wel. Maar dan zetten we niet altijd een vlog online. Dat is ingepland. Dus dat doet YouTube automatisch. Dat doet Daniel dus ook altijd. Op Facebook kun je het ook inplannen. Dus hij plant de Facebookpagina. Plant hij ook al die berichten online. En hij doet de titel bovenin de balk zetten, wat ik hem dus heb doorgegeven in een berichtje. Van, nou, dit is de titel, dit is de thumbnail en dat gaat hij dan uploaden. Nou, de advertentieblokjes aanzetten. En dat soort, de endcard. Ik weet niet of jullie weten wat dat is, maar als jullie het einde van de vlog zien, ziet er altijd van die bolletjes van onze andere YouTube kanalen. Je ziet een vorige video, nou, dat moet je allemaal matig toevoegen. En je ziet ook wel eens van die kleine dingetjes boven in beeld. Ik weet niet of dat die of die kant is als ik zo film. Dat zijn informatiekaarten. En dan kun je bijvoorbeeld tijdens het kijken van de vlog kan je ook andere vlogs aanbevelen. Van god, misschien vind je dat ook leuk. Moet je allemaal handmatig toevoegen. En dat doet Daniel altijd. Heerlijk klusje. Dus, als ik dus aan het werk ben met editen, zit hij teruggetrokken in zijn mancave. Ja, of tuinieren. Hè? Ik heb 2 maanden nat gevecht. Of tuinieren, maar nou is het weer zo niet zo lekker. Dus ja, dan gaan we maar een filmpje kijken. Dat ook. Gaat heel lekker, ja. En daarvoor, ja, dat is eigenlijk waar. Hoe kwam je ook? Oh ja, dat dit dus eigenlijk jouw droomauto is. En jouw, wat je altijd al hebt gedroomd. Vroeger als kind zag je al topsterren zoals Michael Jackson en Britney Spears en van dat soort kitbusjes. Dat was mijn tijd. Ja, dat was waar mijn tip aan. En de Spice Girls. Ja, en ik was Michael Jackson. En toen zag ik dit busje. Hé, dat is echt zo'n filmsterren, popsterren busje. Voor een heel fijn marktplaatsprijsje. Dat is wel anders. Het is niet gesponsord, jongen. Het is gewoon harde centjes voor gespaard. Harde spaarcentjes. En daar ben je er ook extra zuinig en blij mee. En trots op natuurlijk. Hij is helemaal trots erop. Hij heeft 7 verstellingen. Hij heeft 130.000 kilometer gereden. Ja, voor jou heeft hij 230.000 kilometer gereden. Ja, dus hij is... Hij is helemaal goed. Ja. Helemaal blij met zijn busje. En hij is nu ook goed gemaakt. Hè? Zoals jullie in de vorige vlog zagen, waren de 2 accu's waren een soort van... De motorkapakken en onder de stoelaccu. Allemaal weer vervangen. En is helemaal nagekeken, uitgelezen, balans. Dat weekje vorst heeft ze doen kapot vriezen. Nou ja, nu is de vorst voorbij. Ja. We gaan een jaarwisseling hebben van 14 graden. En de garage monteur zei, als je alles tegelijkertijd aandoet, die vorige eigenaar heeft hem niet zo intensief gebruikt als dat wij hem nu al hebben gebruikt. Dus dan zitten we in de auto, dan zit hij in zijn mancave en dan kijkt hij en een film, en ook de kinderen wel eens hoor, en een film, en dan staat de verwarming aan, en dan stoelverwarming staat dan aan, en dan alles tegelijkertijd aan. Ja, dan toen gingen de accu dus, ging de accu dus toen daarvan kapot. Toen Amsterdam ging door de kids de 20 opnames, had ik de Koenga zo aangezet. Oh. En toen had ik hem toch zo hoog gezet dat alles bevroren was. En ja, klopt. Ja. Gewoon de appeltjes. Ik had zelfs appeltjes hadden we in een koelboxje gedaan. Gewoon in 2 uur tijd. Die waren gewoon hard. Versteende appeltjes. Dus het is een heel sterk koelboxje. Maar dat was ook mijn fout. Ik had hem niet op stand 1 gezet. Ik dacht, een uurtje in Amsterdam. Wordt wel koud. Dus hebben we op stand 9. Ja. Het was dus een ijsje. Maar je kunt dus gewoon ijsjes in de vriezer mee. Het was een vriezer geworden. Ja. Gewoon meenemen. Dus dat, jongens. En daarom zijn we gewoon helemaal blij met dit busje. En het is misschien een beetje dat je zegt van nou, hè, over de top. Maar goed, hè, zoveel jaren. Top. Nee, het is geen Ferrari. Stel, ik heb een midlife crisis en ik ga een Bentley rijden. Ja, dan vind ik het over de top van waar. Volgens mij heb jij je midlife crisis al gehad toen ik bij jou kwam. Ik heb er al 4 gehad, denk ik. Daniel, toen ik bij hem kwam, jongens, toen zaten wij, zoals jullie wellicht weten, financieel niet hoog. Heel laag, onder de grond. Veel onder nul. Maar Daniel, altijd al een beetje zo'n automan geweest, meeste mannen wel een beetje. Wat Daniel toen tegen mij zei, was nog in onze datingsfase. Kom schat, zullen we een autoritje maken? Een autoritje maken met een hele mooie auto. En ik dacht, waar heeft hij nou over? Kom, dan gaan we... Ja, ik weet niet of ik dit mag zeggen. Ja? Kom, dan gaan we naar een autodealer. En dan gaan we doen alsof we... alsof we een proefrit willen maken met een auto. Oriënteren. Ja, oriënteren. Dat, maar we konden natuurlijk niet dat zonder kopen. Zonder 0. Ja, dat een leuk middagje auto testen. Ja, en toen nam hij me dus mee. Toen nam hij me dus mee naar een garage. En oh ja, leuk, je auto. Oh, nog een testritje maken. Dan gingen we samen een rondje toeren. Gingen we nog langs jouw ouders. Gingen we dat laten zien. Mooie bommetje. Oh ja, mooie auto. Ja, ik weet niet of ik nog een foto van heb.
Nou ja, het zit ergens in de fotoboeken, denk ik. Niet meer in de fotoboeken. Nee. Zo'n heel klein Mazda. Heel klein, ja. Ja, konden we het. Zo'n knuffelauto. Ja, het was niet eens een Ferrari hoor, jongens. Het was gewoon, voor ons was dat toen al een, wauw, weet je wel. Een cabrio-autootje. Het kostte 5000 euro. Maar ja, maar het was toen. Dat was toen en dan gingen we proefrit rijden. En dat was dan ons uitje. Dat vonden we toen leuk. Dat was toen, nou, tenminste, jij nam mij daaraan mee. En ik was helemaal verrast. Wat gaat hij nou doen? Maar goed, ja, het kostte voor de rest geen geld, want dat hadden we toen niet. En hij nam mij zo mee op date, zeg maar. En zo begon het allemaal. Konden we één patatje delen in de dierentuin. Konden we één patatje delen in de dierentuin. Om niet terug naar huis te gaan, leverden we de auto weer. Ja, en ik zei tegen Daniel, goh, ik wil ook wel drinken, want ik heb wel erg dorst. En toen zei hij, ja, ik heb geen geld meer, ga maar onder de kraan van de wc hangen. Ja, en ik zie mezelf nog zo onder die kraan hangen, mijn haren optillen, anders werden mijn haren nat. In de koelslokken waren. Daar kwamen we, ja, daar kwamen we vandaan. Dus jongens, dit is geen, Ferrari, dit is geen Lamborghini. Het is niet zo'n auto, hè, wat je al vaker op YouTube voorbij ziet komen, maar daar gaat het voor ons niet om. Voor ons is dit... Heb je dorst? Ja, later. Voor ons is dit, in ieder geval voor Daniel, is dit echt een droom die voor hem uitkomt na al die jaren. Ook gewoon hard werken, laten we eerlijk zeggen. Zweet. Ja, en vallen en opstaan, dat ook nog steeds. Dus ja, nou, ik hoop dat jullie dit praatstukje nou weer even leuk vonden. En anders spoel je maar even door, maar voor de oude onder ons. We zeggen nu vooruit met die geit. Ja, we gaan nu... Naar drie landen. Ja, nou eerst gaan we even langs de supermarkt, want ik wil even nu zo wat boodschappen in huis halen. Ook omdat we natuurlijk de hele kerst daar gezellig kerst, oud en nieuw gaan vieren. Ja, je hebt daar ook een supermarkt, hè? Ja, maar daar is het wel allemaal wat, ik haal liever gewoon mijn eigen vertrouwde dingetjes, zeg maar, waarvan ik zeker weet dat ze het eten. Little Overijssel of Little Limburg, dat is allemaal hetzelfde, ja. Maar wat je wilt. Nou, eerst even de boodschappen halen en dan rijden we door naar Limburg. En dan gaan we daar ons huisje bekijken. Dit is een tik. Ik denk dat helemaal geen tik. Ik denk dat als ik dit zeg, dat ik als moeder zijn het fijn vind boodschapjes te halen voor de vakantie, dat heel veel moeders zeggen, oh ja hoor, doe ik ook. Ja, die Lidl heb je daar ook in toch? Ja, maar dan ben je daar en dan moet je weer weg om boodschappen te doen. Ik doe dat liefst gewoon op de weg ernaartoe. Toch? Nou ja. Vrouw okay. Zullen ze met happy wife, happy life. Discussiepuntje. Maar goed, wij gaan op weg en nou, ik zou nog één blik werpen even naar de achterbank. Kijk. Alles nog goed hier? Ja. Ja? Helemaal toppie? Nou, een dekentje van Lucius is gevallen. Oh, maar het is lekker warm in de auto, joh. Dat is niet zo erg. Slaapt hij of niet? Nee, hij zit geluidjes te maken. Ja, ik kan hem net niet zien. Ik kan hem niet zien. Ja, ze mogen straks een film kijken. Als ik zo meteen de boodschappen ga doen. Ja, we dan hebben hier gaat, de dingen, dan kan ik hem hier bedienen. Dan kan hij ja, dan gaat Daniel even de tv. Want dit is een tv, hè, jongens. Die kun je naar boven doen. Ja, jongens. Hè. Het is gewoon een tv in de auto. En dan heeft Daniel Netflix opgezet. En dan voor hem ook een dvd'tje. Alleen die was... Ja, dat was een klein dvd-spelletje. En die hebben we toen nog in laten bouwen in dat busje. Alleen dat dvd-spelletje, omdat er zoveel gerommel op was in de auto, liep hij iedere keer vast. Dus uiteindelijk was het niet echt wat. Maar goed, het was een dvd-spelletje. Altijd heel handig, echt. Ik denk dat de meeste ouders dat ook wel kennen. Als je lekker op weg gaat, op vakantie gaat, voor een dvd'tje of een filmpje zetten in ieder geval. Dat scheelt je heel veel herrie in de auto. Laten we het daarop houden. Ja, ze mogen zo tegenwoordig film aanzoeken voor 2 uur. En dan zijn we er. Dan zijn we er weer bijna, ja. Nou, jongens. Nou, op weg. 9 minuten ben je weer in de supermarkt. Ja. Nou, Woesel en Pimps blijven hier mooi laag. En kids, mama gaat even hier naar de supermarkt. Want die zit hier achter. Beetje. En dan ga ik even de tv aanzetten. Jij nog. Arm, ja, naar binnen. Nou, zet hem op. Zo. Even hier een paar reisboodschapjes. Ja, tot zo. Hè. Nou oké, dan heeft papa hier een heel mooi mengpaneel. En dan zetten we even de lampjes aan. 1, 2, 3. Dan gaan we op 220. En dan zeggen kinderen, zeg maar televisie omhoog. Televisie omhoog. Nou, televisie omhoog. We zitten op 220. En dan Luan, heb jij de afstandsbediening? Ja, daar. Nou, dan gaan we kijken. Dan doen we de televisie aan. Dan mogen jullie een mooie film zoeken die 2 uur duurt. Want papa moet 2 uur reizen. 2 uur rijden, dus dan mogen jullie een mooie film uitzoeken die 2 uur duurt. Goed? Ja. En hoe zul jij nou lekker laag, hè, met Pipje daar bekleed? Ja. Even kijken. Nou, gaan we doen. Even doen we account van... Lucilla. Vorige keer hadden we nu als account en dan hadden we een Lucilla account. Maar nu doen we die van Lucilla. Dan gaan we kijken. Nou, Lucius. Nou, eens kijken, hè. Ja, dat is een lekker plekje. Nou, welke gaan we kijken? Doe maar. Even kijken. Moet even naar films.
Dit is een kerstfilm. Hij duurt een uur en drie minuten. Maar die heb ik al gekeken. Oh, ja. Deze. Die duurt een uur of even. Oh, de kerstman. Kijk eens. Maar die is verlicht. Ja. Oh, familie Klaus. Dat is de familie van Sinterklaas. Heel leuk om even op opa. Zullen we die gaan kijken? Ja. Nou, ik zeg fijne voorstelling. Ja. Fijne voorstelling. Kijk, dan zeggen we afspelen. Gordels om en een goede reis, hè? Doeg! Zo, ondertussen heb ik de boodschapjes in huis gehaald en ben ik even bij de kinderen gaan zitten. Kijk, daar zitten ze. Want Lucius die werd wakker, dus ik heb net even voordat we gingen weer Lucius gevoed, even schone luier aangedaan. En hij is nu lekker wakker, hè, jongen? Hé, hey, heel lekker aan het kijken naar buiten. Nou ja, hij zit meer met zijn speeltje te spelen. Schatje. Hij kan natuurlijk niet de film zien, maar dat hoeft ook niet, want hij vindt het veel te mooi uitzicht om naar Luan, Lucilla en Lipsy te kijken. Maar de kinderen zijn... de nog grotere slijfilm aan het kijken. Slijfilm aan het kijken, oh jongens. Dat ziet er natuurlijk wel leuk uit. Ja, kijk. Ja? De nog grotere slijfilm. Oh, dus ik wist niet dat het nog grotere was. Maar leuk jongens. Nou, een goede reis. Ik heb hier mijn laptop en ik ga heel even wat editen. Ik ga de nieuwe trailer voor Pols YouTube kanaal editen. Wat jullie ik weet niet of ik hem al online heb gezet, ligt eraan hoe ver ik ermee kom. Maar dat is eigenlijk de YouTube trailer als je ziet als je nieuw abonnee bent. Dat doe ik eigenlijk ieder jaar, maak ik een compilatie van afgelopen vlogs. Alle hele kleine stukjes met ons deuntje eronder. En dat maak ik dan als YouTube trailer. Dan kan je in het kort zien waar ons YouTube kanaal over gaat. Nou, ja, jullie weten dat natuurlijk al lang, maar ik ga dat nu even editen. En die gaan we dan straks ook weer online zetten op ons YouTube kanaal. Terwijl de kinderen lekker hun filmpje gaan kijken. En Lucius hier lekker aan het sabberen is op zijn beestje, zijn poppetje. Ja, en Daniel, ik kan hem nu niet zien. We kunnen wel met elkaar bellen, want we hebben een telefoon. Kijk, Lucilla heeft daar een telefoon liggen. Ja, daar kan hij mee bellen naar de cockpit. En dan hopelijk zijn we zo meteen op onze bestemming. Op vakantie. Ja, we zijn eigenlijk al een beetje vakantie. Toch? Dit voelt al een beetje vakantie. Toch? De tassen zitten achterin. Ja, de tassen zitten achterin, de boodschappen zitten achterin. En ook daarbovenop. Ja, zijn we helemaal bepakt en bezakt, zeggen we dan. Nou, en we zijn aangekomen na bijna 3 uur rijden. En kijk, een landalhoog Vaals en ja, allemaal heuvels. Zie je dat, kinderen? In bergachtig Nederland. Nou, we kregen net wel een berichtje dat we even met de maatregelen door mogen rijden naar ons bungalowhuisje 333. Even kijken, ja, ik kreeg heel veel weer. Wat leuk. Ik ben nog in de buik. En Lucius is ook uit de buik. En Lucius is ook uit de buik. Maar wat zien we daar? En wij zijn aangekomen, jongens. Hey, het huisje. Kom er uit. Ja, lof. Lucius, even op slot. Hop. Kijk eens. Hallo. Daar zijn wij na bijna 3 uur rijden. Bollo, knuffel ik zie. Geef mij een knuffel aan, Bollo. Ah, wat leuk hier te mogen zijn. We vertelden net, Bollo, Luxie zat nog in de buik toen wij hier waren. Dat is lang geleden. Maar niet alleen Luxie uit de buik, maar ook Lucius. Ja, Lucius. Ja, het is 16 graden, Bollo. We hebben een mooi warm temperatuur meegenomen. Nee. Slapen vanavond. Oh, wat zeg je dan, Lexie? Wat zeg je nu? Dankjewel. Dat is leuk, hè? Dankjewel. Oh, Bollo, oh, je hoed. Ja, de hoed zit gelukkig goed vast. Dit is het huisje waar we mogen gaan slapen deze week. Zetten we de schoenen op de mat. Voor Lusjes. Hebben we hier een slaapkamer. Wauw. Dat is een mooie kamer. Kijk, met een televisietje erbij. Kijk, kan mama hier lekker opmaken. Hier kan mama en papa wel slapen. Ja. Hier is een kleerkast. Ja, klerenkast. Heel goed. En wat hebben we nog meer? En dit is een badkamer. Oh, lekker. Met een bad erbij.
Een bubbelbad, uitgekeken. Kunnen we lekker bubbelenlusjes. Heel mooi, heel mooi. En dan, waar gaan we dan mee? Dit is de wc. Wat is dit? Ach, kijk dan. Mooi. Zo. Heel veel briefjes, heel veel tekeningetjes. Wauw. Dat ziet er leuk uit. En mooi. Mooie aapjes en bekertjes. Oh. Wat is dat? Kijk, jij in mijn koppie. Oh, kerstkaartje van Pollo. Een kaartje van Pollo. Kleurplaat ook nog steeds. Het is mijn Pollootje. Nou, dan kunnen jullie ook weer lekker kleuren. Mama. Nee, iemand is een kaartje lezen. Ja, we gaan even kaartje lezen. Lieve familie Bellinga, wij wensen jullie fijne vakantie. We hebben alvast wat voor jullie gezorgd, hoeven jullie niet te vervelen. PS, er staat wat lekkers in de koelkast. Nou, dat is lief van Bollo. Dat is lief. Kijk eens eventjes kijken hoe het eruit ziet. Kijk, Luxie. Dit is de keuken. Mama, kijk eens. Och, keuken. En een lekker taartje. Limburg. Dat is lief. Een Limburg slaatje. Oh, en wat biertjes van papa. Nou, dit is dus de keuken. Die hebben we hier. En dit is de kamer. Kijk. Och, dat is handig. Dat is handig. Een hamer. Heb je daar een hamer liggen? Dit is een knutselpakketje. Hebben ze voor jullie klaargelegd. Och, moet je plassen, schatje. Nou, gelukkig weet je waar de wc is. Ja. Ga maar snel. Ga zo naar boven. En hier dan lekker chillen in de bank. En hier hebben we het open haartje. En dan hier hebben we buiten de tuin. Het is nu natuurlijk een beetje nattig nog, maar doei Bollo! Heel erg lief, dankjewel! Tot gauw, wij gaan ons helemaal thuis voelen. Doei! Dag Bollo! Nou, lopen we hier de trap op naar boven. Oh, kijk dan! Oh, nee! Dat ziet er lekker uit. Ik heb twee waspakken. Pasta. En een douche en de wc. Kijk dan. Oh nee, dat is... Kunnen we lekker naar de sauna. Dat is gezellig. Heel gezellig. Dat is wel heet, hè? Ja, die staat nu nog niet aan. En dan, waar gaan we dan heen? Samen, ja. Deze. Dat zou hier zijn. Oh. Oh, dat ziet er lekker uit. Dat is er drieën op een rij. Kijk, het is een groot bed. Oh, ook nog een beetje voor Lusjes. Kan Lusjes ook daar slapen? Met z'n allen op de kamer. Dat is gezellig. Heel Lusjes. Ja. Zoet Ja, dan ga jij Lusjes even troosten. Nee. Wat is er nog meer? Ik heb mama. Nee, mama. Hier moet ik eens slapen. Oh, kijk dan. Dat ziet er ook leuk uit. Kijk. Ja, dat kan ook. Dat kan ook. Dit is ook gezellig. Hier een dakterras. Of een dakterras, een dakraam. Oh, nog één kamer. Eén kamer. Laat maar zien. Dit is ook een mooie gezellige kamer. We gaan hier slapen. Dat kan ook. Jullie mogen zelf weten. Ik ga hier. Het is altijd weer. We gaan hier slapen. We gaan daar slapen. Ik weet niet of jullie het kennen als je ergens een huisje komt. Maar dan is meteen het eerste wordt de indeling wordt besproken. Maar goed, we hebben volgens mij het hele huisje gezien, jongens. Ja! Dat ziet er heel gezellig uit. Ja. Ja, zeker. En veilig hekje. Ja, hekje zit hier gewoon. Ik denk dat ze gewoon eens alle veilig boven slapen, jongens. Ja, er staat wel bij iemand voor de deur. Hallo. Kijk eens. Ach, hallo. Goeiedag. Goeiedag. Jij hebt lekkere pizza's. Kijk eens. Vijf stuks. Zo, super. Ja. Oh, moest een pip, daar is een pizza. Nou, ontzettend bedankt. Fijne avond. Fijne avond. Ja.
Zo, dat is lekker. Nou, even de taxi eruit pakken en dan kunnen we lekker pizza eten. Yummy, yummy. Zo, lekker jongen. Nou, hij brengt de pizza's al binnen. Ik was nog even bezig met de koelkast en het inruimen. Alle verse groentjes en frisse fruit. Even met me mee. Oh, het ruikt lekker. Het ruikt naar pizza, jongens. Ik heb er zin in. Heerlijk. Zitten we de welbekende snoeptomaatjes ook even lekker op tafel. Voor de genodigde groentjes en fruit. De bessen even erin. Zo. Ik moet naast papa zitten. Ja hoor, dat is goed. Nou, ook lekker de fruitvoorraad weer aangevuld. En ondertussen heeft Luan lekkere lampjes mooi neergezet. Moest zo, kijken, want dat is gezellig. Kan ik deze schot op een schotje zetten en dan op de tafel? Ja, dat is gezellig. De kaartjes aangedaan. Kijk dan, wat gezellig jongens. Luan heeft deze mooie... Oh, die lamp heeft hij ook meegenomen. Die kaarsje, of die lampjes en het kerstboompje voor de sfeer. Maar kijk, ik heb de kast op. En Lucilla en Luxie, die hebben de spelletjeskast ingeruimd. Och jongen, toch. Kijk hier, die gaan we aan het spelen. Dat is een leuk dingetje. Dit is een leuk dingetje. Ook lekkere boxkleed voor Lusjes meegenomen. Nu lekker de kaarsjes aan. Druifjes, heerlijk. Wat doet hij? Even jou. Oh, Lusjes. Niet de vieze stinkteen van je zus. Niet de vieze stinkteen van je zus. Niet doen. Niet doen. Nou, gelukkig hebben ze daar zoete voetjes. Ja. Ja. Oh. Deze is ook mooi, schatje. Die is ook mooi. Een pianootje. Een babypianootje. Nou, gezellig jongens. We hebben toch kerstvakantie. Het is misschien wel kerst geweest, maar het is natuurlijk nog steeds kerstvakantie. En we hebben nog oud en nieuw wat we hier gaan vieren. Oh, leuk, Lu. Dan moet je die lamp eens even uitdoen. Lampjes? Die lamp. Kijk, je ziet op mij. Zie je al die lichtjes? Die we ook in onze grote huiskamer hadden we deze. Kijk, zie je die op de muur? Het ziet er heel gezellig uit. Het ziet er heel gezellig uit, kerel. En Luan heeft ook de kaarsjes aangedaan. Kan ik dit er gewoon op? Ja, die mag erop laten. Ja, dat kan gewoon zo erop. Ja, want het voelt dan, iets gekker dan normaal. Ja, en dat brandt gewoon een schoteltje eronder. Ja, kijk dan. Hier, de romanticus in huis. Met de kaarsjes. Wat boft jouw vrouw later? Met een man met romantische kaarsjes. Luan zegt meteen, oh mam, zou ik de kaarsjes aansteken? Oh jongen, dat staat wel heel gezellig op tafel. Alle boodschappentassen net uitgepakt. Alle spelletjes uitgepakt en dingetjes. Alles weer een plek geven. En nu nog de bovenetage. Maar ik denk, ik ga eerst maar even lekker mijn Lusjes knuffelen. Die heeft het goed gedaan in de auto. Hij heeft best wel lang geslapen. Alleen op het einde werd hij weer wakker. Dus toen was het even van, oh jongen, we zijn er bijna. We zijn er bijna. En dan zijn we er, hè. Is eigenlijk net de max, hoor, voor hem voor rijden. We hebben nu 2,5 uur in de auto gezeten. Schat ik. Ik weet niet uit mijn hoofd nu. Ik heb het niet echt bijgehouden. Maar dit is toch wel de max. En langer dan vindt hij het ook niet meer leuk in dat stoeltje. Dus langer dan dit, verder weg dan dit, kunnen we op het moment ook niet echt met hem nu. Maar ik vind het best wel goed dat hij zo lang in de auto heeft volgehouden, jongen. Daarom ging ik bij hem ook op een gegeven moment bij de reis erbij zitten. Yeah? Want Luana en Lucilla en Luxie zitten natuurlijk in de gordel. Die kunnen hem dan niet of even een speentje geven of even een speeltje geven. En ik kan dat natuurlijk wel. En dan zit ik naast jou. En dan gaat het goed. Gaan we samen spelen met je speeltjes. En dan wil je het wel weer even volhouden. Ja, oh, hij kijkt nou naar die lampjes. Kijk, op het plafond. Het zijn de mooie lampjes. Hebben het weer gezellig gemaakt. Zo maken we eigenlijk altijd alle huisjes waar we komen. Maken we dan gewoon weer een beetje eigen. Dat we ons weer lekker thuis voelen de komende week. Zo doen we dat altijd, hè? Ja. Nou, Daniel die is hier. We maken ook altijd een edithoekje, zoals jullie wellicht weten. Een werkhoekje. Waar we al onze apparatuur hebben en waar we dan kunnen editen en de vlog kunnen uploaden. Ik vond dat die skibox verlegen, maar echt. Het regent wel, maar het is niet koud. Ja, nee, 16 graden regen. Maar daar gaan we dus editen, dat is het werkplekje. En dan gaan we even naar boven toe, kijken hoe het daar is. Kijk, hier hebben we allemaal tassen. Die neem ik nu even niet mee met Lucie op mijn arm, maar lopen we even naar boven. Mijn kleren zijn door de war, dus ik moet nu helemaal uitzoeken. Oh, ja, dat kan. Dan doe je wel alles weer eventjes netjes opvouwen. Nou, Luxie die heeft ook haar tas. Ja, maar we dachten misschien is het wel leuk als jij jouw spulletjes bij Lucilla op de kamer neerlegt. En dan Luxjes daar staan. Ja, en Luxjes daar slapen. Nou, waar ga jij slapen, Luxie? Hier. Luxie hier? Kijk, dan kan je het allemaal in de kast. Naast Lucilla, dat is gezellig. Dan zit in mijn kamer. Luxie moet wel alleen
Lux moet de jurk erboven doen. Oh ja. Oh ja, ik zie het. Ik ga je wel eventjes helpen. Nou, gezellig. Ik ga heel eventjes helpen met het uitruimen van alle kleding. Een lampje aan. Ja, oh, Lucilla, we doen een lampje aan laten, hè? Dat doen we wel. Ja, dat is goed hoor, schatje. Maar niet heel veel. Nee. Maar eentje. Eentje, heel goed. Nou, dus dit is de meidenkamer. En dit is de grote jongenskamer. Kijk, dan heb je pyjama al op bed gelegd. Ja. Met je knuffel. Helemaal gekronkeld van de reis. Ja. Leuk, Lu. En dit is je kast. En hier heeft hij zijn... Als een dingetje neergezet. En als Lucius groter is, dan kan hij ook hierbij slapen. Ja. Dan hebben we de jongenskamer en de meisjeskamer. Ja, natuurlijk op de bovenkamer en dan die nog een lamp aan. Ja, je ja, laat de lamp aan. Maar die ziet nu uit. Oh, moet ik er even aan doen. Ik heb zelf die uit. Oh, had je die zelf uitgedaan? Ja, je moet even helpen. Ja. Want dat is het laatste setje, maar mijn onderbroek is nergens. Oh, nu zit er vast wel in ergens. Ja? Anders moet je een onderbroek wassen en dan de volgende dag weer aan doen. Nee, ik ga even helpen jongens met het uitpakken van de kleding. Dus ik ga even de camera wegleggen. Want ik heb zoals jullie zien geen handen vrij op nu. Ik ben klaar. Nou, top jongen. Waar zijn we nou dan? Hé. Hey. Waar zijn we nou dan? Dat is gek. Zijn we nou ergens anders? Zijn we lekker op vakantie? Zijn we lekker op vakantie? Ah, oh, ze schitterend. Nou, ik ga jullie even helpen. En kijk eens, zelfs Pip heeft al haar plekje gevonden. En Pip? Nou, ze zitten even lekker, Shaki en de chocoladefabriek te kijken. Ik heb al wat extra wc-rollen mee. Op de en billendoekjes. Even kijken, ik had hier ook nog ergens... Oh nee, valt dit bakje om. Met alle wattenstaafjes erin. Even kijken. Ach, jongen toch. Hij wordt moe. Even kijken, waar is die bal? Wat anders dan. Ah, kijk, deze. Zo'n lekkere wc-bal. Mee. Zo, zetten we die open. Kijk. Kijk. En dan zetten we die... Oh, ik kan het niet ergens neerzetten. Nou, ik kan hem alleen nog... Alleen maar daar neerzetten. Nou, dan ruikt het ook weer lekker op de wc. Wat nou super handig is, van dat je allemaal plastic boodschappentassen hebt. Dus als je alles hebt uitgepakt, kun je alles weer, alle tassen in elkaar doen. Dan heb je eigenlijk maar één tas met alle zakken, tassen. In plaats van dat je ook allemaal nog lege koffers hebt. Dus dit is allemaal leeg. Dus dit kunnen we hier neerzetten. En dan ga ik erin nog even deze wc-rollen naar boven doen. Oh ja. En een toiletmandje. Hallo, hoe is het hier? Papier opvouwen. Wauw, ben je alles weer aan het opvouwen? Was een beetje door de war gegaan in de tas, hè? Wat ik, netjes, Luxie. Ik moet even nu opvouwen weer. Wat netjes doe je dat. Heel mooi, en dan kan je het netjes in je kast leggen. Kan je morgen zo zien wat Mama, je aan wil. Ja. Zie je het zijn? Ja, dus niet echt een hele handige kast. Dan zie je want ik zit toch daarboven. Ja, jij daarboven. Moet mama voor jou er even in de kast leggen? Ja. Dat is een goed hoor, schatje. Kan jij net niet bij nog, hè? Ik heb nog beetje groeien. Moet je nog een beetje groeien, ja. Moet je nog een beetje groeien. Ja. Dus heb je dat netjes gedaan, Luxie? Heb je het helemaal zelf gedaan? Ja. Zo. Alleen. Alleen. En ook de sokken. En ook de sokken. Ik doe in mijn voetje op. Ja. Dan ben je ook koude voeten. Ja. Zonder sokken heb je koude voeten. Ja. Dat geloof ik graag. Ja. En hier ook sokken van. Ja, eigenlijk voeten voor mama. Ja? Eentje van Sierboek. Die van Sierboek en ik. Nee, die is van jou. Dat is jouw maat. Jullie hebben dezelfde broek. Alleen dat is jouw maat. En... Dat is mijn. Ja, ligt dat goed? Ja, ben je tevreden? Ja. Ja? Ja, moet je weer op, sorry. Sorry. Mama helpt je wel even mee. Ik kom het alleen opvouwen. Oké, het alleen. Oh, nou prima. Ze wil het graag alleen doen. Nou, dan gaat mama even de eigen kleren doen. Goed? Mama, lekker bezig, Luxie. Ik kom niet daarboven. Nee, dan leg je het gewoon daar neer. Dan leg mama het zo meteen in de kast. Ja. Nou jongens, het schiet al op. Ach, kijk dan, Lucilla. Dit heeft Lucilla zo neergelegd. Kijk dan.
Helemaal haar pyjama opgevouwen met het maskertje, slaapmaskertje, het knuffeltje. En hier deze knuffeltjes heeft ze meegenomen. Dit is trouwens een hele oude iPhone, jongens. Als ik de comments even krijg, die het lang niet meer doet. Ja? Ja, oh, ze heeft zelfs het muggendingetje meegenomen. Dat wist ik helemaal niet. Kan je hierin doen? Ik weet niet of er muggen zijn, maar... Ja? Want mocht die ze hebben. Oh ja, die mocht Lucilla toen hebben. Toen hij het niet meer deed. Dat is de iPhone 4, jongens. Daar hebben we het ooit nog... Hebben we nog mee kunnen redden. Kun je nu niet meer voorstellen. Is een Lucilla neptelefoon. Ja, dat is een neptelefoon, liefie. Dat klopt. Nou, kijk. Luxie heeft haar zeemermin en de pyjama ook bij het bed neergelegd. En ook Luan hier heeft zijn kamer. Ja, jongens. Kleine kinderen worden groot. Hij wil zijn eigen domeintje. En prima, jongens. Dat, ja, hij is toch 9,5. Dus ja, op een gegeven moment laat hij zich een beetje los van zijn zusjes. Ja, schatje, maar is niet erg. Lucilla. Oh, nou, dan doe je ze die zo bij Lucilla leggen. Kijk, en hier heeft hij dus zo'n plekje. Wat heb jij je bed mooi opgeruimd en neergelegd. Mooi, hè? Heel mooi met je pyjama zo. Lucilla. Heel gezellig. Ja, die was van mij. Ja, ik had hem daar neergedaan. Oh, dat is jouw hemdje. Die lag bij haar in de kast. Maar ik heb ook nog hem. Och, dat maakt niet uit. Is het lief van jou. Is lief van jou, meisjes. Ik doe die gewoon bij de pyjama. Nou, gezellig. Ik doe ook morgen die hier aanzetten. Ja, dat kan mij. Ja, gezellig hebben jullie mij de kamer samen. Ja. Dat is wel heel knus zo, hè? En dan zie je, daar slapen dan ik hier slapen. En jij daar slapen, ja. Dat is een goed idee. Leuk. Eigenlijk. En mama, deze past ik niet daarop, dus ik heb deze. Och, wat heb je hier meegenomen dan? Dat is een puzzel. Puzzelboek, ja. K3. K3, ja. Tekenboekje. Dit is een plankje voor om op school te doen. Te en hieronder zit een gummertje. Een gummertje. En je tekendoos. Nou, dan gaat ze altijd nog een mooie tekening maken en een boekje lezen in bed. En ook haar en de sloffen. En make-uppen. Sloffen. Kijk dan, ook haar sloffen. En ook. Ja? Ook. Ja? Oh, ook Luan. Ook Luan de sloffen. Had je dat bij Luan gezien? Ja. Leuk hoor. Heel erg goed gedaan. Gezellig, jongens, op vakantie, hè? Woezelsloffen, ja. Kijk, woezeltjes, hè? Ja, als Lucius ook later groot is, kan die. Dan kan die daar slapen, ja. Dat vind ik een heel goed idee. Ik en nou zie je samen. Ja, de jongens en de meisjes bij elkaar. Dat is een leuk idee. En papa en mama. Oh ja, dat is Lucius ook. Heel goed. Nou jongens, we gaan hier nog eventjes verder. Want ik was bezig met de badkamer. Ik had alle badkamerspulletjes neergezet. Die ga ik hier even uitpakken. Zo, dan nog een handdoekje hier. En dan heb ik ook de badkamer ingeruimd. Naar mijn kamer. Ben je klaar met je kamer? Toppie, heb je goed gedaan, liefie? Ik ga nu een beetje doen. Ja, dan gaan we lekker eten. Zo, dan heb ik ook nog hier een mandje. En dit zijn badspulletjes die we bij het bad gebruiken. Hier heb ik meer mijn opmaakdeetjes en zo. Aangezien we beneden ook een bad hebben. En hier de douche hebben, zeg maar. Kan ik hier mooi 's ochtends mijn haar doen en opmaken. Dan neem ik dit mee naar beneden voor de benedenbadkamer. Want daar doen we de kinderen lekker een bad. Zoals je ziet heeft Luxie de zimmermin meegenomen. Oh, en de shampoo en zo. Dat doen we dan in de benedenbadkamer. En hier in deze badkamer kan ik zo gewoon het mandje op het deken zo neerzetten. En dan kunnen ze daar straks lekker in bad spelen met hun badspeeltjes. Ondertussen is Lucius lekker in slaap gevallen in zijn kinderwagen. Dus die laten we lekker verder slapen. En kijk eens hoe gezellig, jongens. Kijk eens hoe gezellig. Voor het vuurtje zitten we lekker Sjaak hier in de chocoladefabriek te kijken. Leuk zo'n muur, hè? Ja, leuk, hè? Ja, open haartje. We hebben hier de lampjes, heeft Luan hier helemaal gedecoreerd. Hebben we meegenomen van thuis. Het boxkleedje van Lucius, waar hij lekker kan spelen. De spelletjeskast. Nou, het ziet er gezellig uit zo. Zullen we maar eens aan tafel gaan? Ja, we lekker eten, want het ruikt hier heerlijk naar pizza. Love food staat erop. Oeh, die ziet er lekker uit. Dat is de bollenpizza. Zo, nou, daar zitten we dan, jongens.
Bollo pizza. Heerlijk lekker te eten. Heerlijk. Aan onze pizza, jongens. En we sluiten de vlog af voor vandaag. En jullie gaan natuurlijk weer hele leuke vakantievlog zien. Want we gaan weer hele leuke dingen beleven hier. Ja. Maar voor we nu zeggen, waar vond je het een leuke vlog? Doe even de duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Klik op het belletje. En we zien jullie morgen weer een nieuwe vakantievlog. Tot morgen. Tot morgen. Tot morgen. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee, geniet je echt het meest. Door samen uit je